Mijn naam is Ken van Bergijk, ik ben 30 jaar. Ik werk nu 6 jaar bij ICT als softwarearchitect in de unit Automotive. We werken voornamelijk aan ontwikkeling van nieuwe software voor in auto's. Van gateways tot aan het draadloos opladen van auto's. Maar ook bijvoorbeeld aan Motar, dat is een product wat we zelf maken bij ICT. Om automatisch code te genereren vanuit MATLAB Simulink. Vond ik heel mooi om te zien dat Inmotion nu ons Motar-product toepast in een raceauto. En dat die hier ook vandaag is om te rijden. En dat ze echt al hele goede stappen maken richting Le Mans. Ja, het is heel gaaf om ook gewoon deze momenten mee te mogen maken. Dat je bij een team kan zijn wanneer ze de eerste meters gaan maken met een raceauto. En ook later als we naar het circuit gaan, dat je even kan gaan kijken. Dat geeft heel veel voldoening voor je werk om echt te zien dat het wordt toegepast. Binnen de Automotive werken we veel met Embedded C. Dus vrij lage codetaal. Maar ook zie je dus met Motar dat we dan met hoger geabstraheerde talen werken. Zoals MATLAB Simulink, modelleren. Maar ja, vooral in de Business Unit Automotive werken we echt met CAN-bus, dicht bij de I.O., echt embedded werk. Ja, ik raad het zeker mensen aan om bij ICT rond te kijken, omdat we zoveel diverse projecten doen, zoveel diverse technologieën in allerlei sectoren. Het is een hele leuke werkgever om te werken.